Ik denk dat Ruud gaat winnen en Quinten kan gewoon weer terug naar het rovennest. Oh, je vergeet je papegaai. Ja, dat kan niet, hè. Er zijn grenzen. Ruud, die mag direct terugkomen, want... Ruud, je mag tegen Lennart. Kom op, jongen. Je mag alsnog tegen Lennart. Shaky play sex, rock free stripes, not the A-sex. A-D-I-D-A-S, old school, cause it's the best. Yes. TK Maxx costs less. Yes. Jackson looks a mess. Less. Okay, then what to do? If you try to jack me, I'll root box you. If you root box me, I'll root box your whole crew. Cause it's what I do, ain't that right, boo? I'll ride with you if you can get me to the border. Cause the sheriff's at the middle. Okay, Ruud. Ruud komt alweer naar boven. Lennart, jongen, sta je al klaar? Lennart, waar is Lennart? Waar is Lennart? Oh ja, hij is er gewoon. Ja, je mag nu tegen Lennart. Oké, jongens, ik zou zeggen, ga ervoor staan en knallen met die op. Ook zo over knallen gesproken, ja, op de achtergrond klinkt nog wel leuk met een liedje. Jongens, karbiet, hè? Ik ben trots op jullie. Zijn jullie er klaar voor? 1, 2, 3, go! Kijk eens even, Lennart. Neemt voorslag toch een voorsprong? Is er nog niet? Ruud? Ja, dat heb je met die marathonlopers, hè? Oh, je stukje zeep, je stukje zeep. Dat heb je met die marathonlopers, hè? En Ruud gaat wederom te water. Oké. Lennart mag tegen Mariska en Dirk mag tegen Luc. Kom op, mannen. Sorry, die hebben we al gehad. Mariska tegen Lennart en dan komt Luc tegen of Mariska of tegen Lennart. Dus Lennart, je mag nu nog één keer voor een plaatje in de finale. En dan mag je tegen Mariska. Heb je nog zin al, Lennart? Oh, oké. Okay. Oké. Okay. Mariska en Lennart. Lennart komt omhoog. Mariska die staat zich al helemaal te vibreren, want die is klaar voor. Krijg nog kleine instructies van Marcel. Marcella. Wat mij betreft, Lennart. Dit is de finale dus van de laatste groep mensen. Dan hebben we wat over en dat is, ja, Lennart en Mariska. Dus je mag direct. Oké, Lennart. Laat de administratie maar een ons over, jongen. Concentreer je op het touw. Ik tel de 3. 1, 2, 3. Lennart, die heeft volgens mij nog ineens een natte sloffer. Kom op, Lennart. Volgens mij is Lennart zijn brood. Stukje zeep. Nou, dit wordt een hele spannende laatste groep finale. Want dit gaat namelijk tussen Luc en tussen Lennart. Lennart wordt wel een beetje op proef gesteld, want die moet constant heen en weer rennen. Geen tijd om te wachten. Maar gezien zijn atletisch vermogen moet het voor hem geen probleem zijn om dit tot een goed einde te brengen. Al moet ik zeggen dat Luc helemaal gefocust is. En zo gaan we voor een plekje in de finale. Lennart tegen Luc. Oh ja, is er niet genoeg bier, ja. Nee, er is hier niet genoeg bier, hoor ik. Lachen. Oké, Lennart. Ja, sorry, ik moet je toch aansporen tot nog meer geweld. Oké. Lennart. Lennart gaat bij Jos staan. Luc staat er klaar voor. Ik wil een hoop aanmoedigingen. Vrienden. Ik wil vrienden horen. Jongens, moedig eens stel aan, want ik tel tot 3. 1, 2, 3, go. Oei. Ja, oh. Ja, Lennart, ja, jongen. En Luc zijn er zo. En dan moet ik tegen hem, ja.
Jongen. Ik zie toch in hem ook wel. Oh! Ja, denk erom, het is geland. Stukje zeep. Komt ie hoor, ja. Ik vind het knap. Oké. En we hebben de winnaar, Luc Elsgeest. Marvin, Cedric, Joost, Pieter, Ties, Marcel. En dat zijn zo'n beetje de finalisten voor de laatste ronde. Meld je met z'n allen op de startboot. Luc Elsgeest. Ja jongens, dit wordt het. Luc, Marvin, Cedric, Joost van der Zwet. Pieter Komen. En Komen dus. Ties van der Meer. Ties Komen. Hier Komen. En dan hebben we nog Marcel van der Maes. En die heeft zich al gemeld. Dat betekent dat we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 man hebben voor de finale. Wie heeft de baai? Oké, Luc, Marvin, Cedric, Joost, Pieter, Ties, Marcel. Pieter hebben we. Joost is er, Cedric is er. Luc is er. Ties is er. Marcel is er. Wij zoeken nog Pieter Komen. Pieter is er ook. Alleen Marvin. Wij zoeken Marvin. Ja, sorry hoor. Ik heb er de kracht niet meer voor. Hier kan ik niet meer werken. Oké, Marvin. Marvin, meld je jongen, want je bent heel dicht. Je bent heel dichtbij. Mensen die Marvin kennen, stuur hem hierheen. Wat gaat nu om de prijzen? Eerste prijs is 50 euro. Hè? Denk erom. Je maakt toch weer vrienden. En er is een schot gevallen. We hebben alles afgezet met schotten en er gaat er een. Oké, jongens, het wordt spannend. Marvin moet zich nog melden, want we zijn er bijna. Marvin was er wel even het eerste uur, dus misschien dat hij nog een beetje de weg kwijt is. Een beetje gedrogeerd misschien. Marvin heeft geen achternaam, dus ja, wat zullen we ermee moeten doen dat hij Marvin heeft? Hij heeft wel een naam. Hij heet Marvin de Jong. Marvin de Jong, meld je. Ja,
Ja, sorry hoor, ik heb er de kracht niet meer voor. Hier kan ik niet meer werken. Oké, jongens, we zoeken nog steeds Marvin. Marvin voor een bijna finale plaats, zeg maar een kwart finale plaats. Ja, en er staan toch dubloenen op het spel, zou ik zeggen. 50 voor de winnaar, dus. En er zijn er niet zoveel meer over, er zijn er 7 over, dus het komt heel dichtbij. Zeg, van de Boezelaar, heb jij nog wat? Ja, Marvin moet ik hebben. Dat ga je niet lukken. Marvin, je hebt ongeveer nog 5 minuten, want we staan hier allemaal te blauwbekken, trekken een biertje. We moeten door en anders gaan we starten met 2 andere kandidaten. Fred, wie hebben wij nog op de lijst? Cedric. Cedric tegen Joost. Cedric tegen Joost. Nou, de man in het oranje. En ik heb begrepen dat Marvin eraan komt. Oké, Marvin, laat je niet ophouden, jongen. Jongens, dit gaat om finale plaatsen, hè. Denk erom. Zijn jullie klaar voor? 1, 2, 3, go! Ja, dan gaat het gebeuren. Zo. Nou. En we hebben een winnaar. We hebben nu al een winnaar. Ja, jongens, ik heb gewonnen. Kom maar terug. Kom gelijk maar terug. Dit is Cedric die gewonnen heeft. De winnaar. Ik wil de naam van de winnaar weten. Joost. Joost gaat door. Oké, de volgende is... Dan Pieter tegen Marcel. Pieter tegen Marcel. Pieter tegen Marcel. Pieter was vrij snel. Marcel niet minder. What's in a name? Jongens, 1, 2, 3, go! Ik trek nog maar een keer aan het rad. Kom op, een beetje slag zijn. Yo! Ah, daar gaat Marcel. Pieter, het is toch die broek, hè? Een echte geest, hoor. En wie is dit? Je bent nu al ster. Ik heb gewonnen. Pieter, gaat het? Dan mag je gelijk terugkomen. Oké, Pieter. Pieter wint. Oké, Luc tegen Marvin. Luc tegen Marvin. Gaat het, Marcel? Heel last, jongen. Ja, dat heb je als het om het scherp van de snee gaat. Marvin gaat tegen Luc. Jongens, we zitten bijna. Oké, het Rad van Fortuin gaat weer draaien. Eén, klaar voor. 1, 2, 3, go! Marvin gaat met een lichte voorsprong, draait zich om. Geen spoorslag, even de... Maar wacht eventjes, Luc is nog niet uitgeschakeld. Het gaat nu om een stukje zeep, hè. Glad. En het gaat erin. Ja. Marvin gaat door. Marvin, je komt terug. En dat betekent dat we door een bye de volgende 4 kandidaten hebben die gaan strijden voor de halve finale. Dat zijn Marvin, Joost, Ties en Pieter. En Marvin gaat tegen Joost en Ties tegen Pieter. Oké,
Oké, Ties. Ik zal proberen Pieter een beetje tegen te houden, Ties. Dus reken maar dat je ervoor moet gaan. Jongens, zijn jullie er klaar voor? 1, 2, 3, go! Oh! Pieter, valse start, je moet terugkomen. Ja, we spelen het toch eerlijk. Ja, jongens, ik heb gewonnen. Jammer, Pieter, je hebt verloren. Willen jullie wel beide terugkomen voor de derde plaats? En jullie mogen, Pieter staat in de finale. Pieter, ja, sorry, Pieter gaat door. Ik heb er de kracht niet meer voor. Hier kan ik niet meer werken. Pieter wint. Pieter gaat door. Ties, je mag nog even terugkomen. Want je kan nog voor de derde prijs spelen. Dus hier moet je nog één keer bij elkaar rapen. Kom op, jongen. Wachten we op Marvin en Joost. Ook voor een plek in de finale, deze twee heren. Oké, Marvin tegen Joost. Jongens, lichtvoetig en snel. Ik zou zeggen, 1, 2, 3, go! Oei, kijk eens. Ach! Ah, doe me rustig aan, Joost. Joost, jongen, je zit in de finale. Marvin, je mag wel nog even terugkomen. Want je kan nog voor de derde prijs meespelen. Dus je mag er aan welke kant af, je mag het zelf weten. Je mag nog tegen Ties strijden voor de derde plaats. Ja, sorry hoor, ik heb er de kracht niet meer voor. Hier kan ik niet meer werken. Ja, we zijn er bijna. Heiko! Hi Fred! Zo hebben we de tijd om te gaan spelen voor de derde plaats. Daar hebben we de tijd voor. We gaan zo meteen spelen voor de derde plaats en daarna komt nog de finale. Finale waren uiteraard als laatste, dus het gaat nu om een derde plek. Het gaat om geld. Had jij al je zakgeld gekregen trouwens van de week, Ties? Had jij je zakgeld al gekregen? Nou, dan moet je wel zorgen dat je er snel overheen bent. Ben ik er ook weer vanaf. Marvin, heb jij er nog kracht voor? Marvin heeft er geen kracht voor, dus je hebt kans. Ja, sorry hoor. Ik heb er de kracht niet meer voor. Hier kan ik niet meer werken. Dat zeg ik. Nou, ik tel tot 3. 1, 2, 3. En moedig ze aan, hè, voor de derde plek. Ja. Voor de derde plek. Je hebt nog kans, Ties. Kom op. Je zit op. Kijk. Hij gaat gewoon de derde prijs halen. Stukje zeep. Nou. Hey, ik vind jongens, het knap. Ik vind het knap. Yo. En het leuke is, zijn roem straalt ook op mij af. Yeah. Helemaal te gek. Ties, je mag gelijk terugkomen, jongen. Je hebt de derde plaats. Ja, sorry hoor. Ik heb er de kracht niet meer voor. Hier kan ik niet meer werken. En dames en heren, we gaan nu naar de finale. Peter, heb jij er nog een leuk muziekje voor, Stan? De finale. De finale tussen Joost en Pieter. Het is de eeuwige roemen. En de schaal, Fred, waar is de schaal? Haal hem eens even uit de prullenbak. Oh, wacht even. Jongens, Maak. Jullie naam kan hierop komen, hè? Maak. Vanaf het eerst, we hebben hem uit de vuilnisbak gevist, maar ja, hij deed het nog aardig. Ik zal even voorlezen. Ja, ik heb mijn leesbril niet op eigenlijk. Ik zie hier een Danny staan. Ah, Marcel, zeg jij het maar even. Maak, voordat we verder gaan. Nou, ik kan het ook niet lezen, nee. Het is gewoon niet te lezen en het maakt ook allemaal niet uit. Want het gaat eigenlijk gewoon om de eer. Oké, mannen. Ja, wacht even. Kees heeft er ook op gestaan. We hebben nog wel een finale, maar we hebben ook nog een originaliteitsprijs. En daar moeten we nog eerst even mee afrekenen. Want die jongens moeten natuurlijk ook even naar het podium komen.
En de hoogsnelheidsprijs die ligt voor de sluis. Want we hebben collectief besloten, als jury zijnde, dat de originaliteitsprijs gaat naar de heren die met karbietbussen voor de sluis liggen. Dus de jongens die mogen deze richting opkomen, maar die moeten natuurlijk wel even gehaald worden. Ik heb daar de kracht niet voor. En zo is het maar net, Fred. Dus ik zou zeggen, ik neem het over Joost en Pieter. Wat denken jullie er zelf van? Ja, sportiviteit viert hier hoogtij. En muziek. Spanning. Sensatie. Money. Ik tel tot 3. 1, 2, 3. Go! En voor een plaats in de finale. En het is een waar, want ze zijn er alle twee overheen. En ze nemen de eerste in de binnenbaan. En komen bij het kruis. Steken elkaar over. Maar een stukje zeep. Het stukje zeep. Oh, wat... Ja, jongens, hallo. Ik heb gewonnen. Hallo. Ja, heren, dat mogen jullie toch overdoen, want nou weet niemand het. En we hebben een valse bingo, hoor ik. Bingo. Nee, ja, over. Jongens, ik heb gewonnen. Echt. Oh ja. Nee, heren, dit mag opnieuw. Hebben wij geluk, hè? Hebben we misschien nog een finale muziekje, mannen? Dit gebeurt bijna nooit. Jongens, bedankt. Dit doen jullie voor ons, hè? Jij bent het zat, Pieter. Ja, we moeten het toch afronden, want dan staan we samen hier om 8 uur op. Oké, jongens, ik tel af. 1, 2, 3, go! Oh, nee, ja, nee. Je hebt nog kans, Pieter. Maar het wordt kort, kort dag. Oei. Nee. Ja, Joost wint. Ja, jongens, we hebben een winnaar. Gefeliciteerd, Joost heeft de langste adem. Pieter, Joost, jullie mogen even terugkomen, want dan gaan we eigenlijk gelijk door met de prijsuitreiking. Want jullie zullen dat natte gebeuren ook wel zat zijn. We nemen even een kleine pauze en dan komen we zo bij u terug voor de prijsuitreiking. Thing while you're playing with you.